We hebben vrij rap 5 minuten gekregen, maar dan heeft het peloton beginnen versnellen en hebben we nooit echt een grote voorsprong gekregen. We hadden wat ambetanden eigenlijk voor een ontsnapping. En dan gewoon blijven ronddraaien en de eerste keer gewoon gesprint voor de checkpoint, zo gezegd. En dat is vrij gemakkelijk gelukt voor de sprint te winnen. Maar dan de tweede keer lag ik vrezen waar onder vuur met Bakkaert, met Van Houtem en de vrezen dan demareerden eigenlijk om de beurt. Maar dat is dan toch gelukt voor de punten te pakken. Dus het was een vrij goede etappe voor ik. Het niveau is super hoog. Ik weet nu niet, ik heb de laatste kilometer niet echt goed meegemaakt. Ik heb hem wel meegemaakt, maar niet echt goed van voor meegemaakt. Ik denk dat het verschrikkelijk rap ging naar de sprint. Omdat je ook al die treintjes hebt. Like van Bohani, van Kittel, van Greipel. En ja, dat maakt het super, super zwaar. Toel is, ja. Eerst dat ruitje proberen te bemachtigen. En dan misschien, ik ga eerst proberen dat ruitje en dan zien we wel een keer van een rit mee proberen te meten tegen die sprinters. Maar wat dat er hier zit, dat zijn eigenlijk allemaal mannen die makkelijk koersen winnen. Dus dat is moeilijk voor tegen die man op te tonen. Zeker, het is een supersterke ploeg, supersterke trein. Dus je moet eigenlijk een beetje geluk hebben dat je van voren geraakt op een vrijzinnige manier.